jij opeens naar zwart. En je buien gaan van droog naar boos. Ja, Sinfonica in Rosso, dat wordt onze eerste stadionreeks. En ondertussen staan we 4 keer in het Gelderdoom in Arnhem. En dat is 4 keer voor 30 tot 35.000 mensen. Het is iets wat wel wat voorbereidingen vergt. Je kan dat niet aan het toeval overlaten. We hebben al heel veel besprekingen gehad over hoe komt het podium eruit te zien. Hoe gaan we de show indelen. Dat mogen we allemaal zelf bepalen. En in oktober is het zover. Sinfonica in Rosso heeft een hele bijzondere line-up gekend. In de afgelopen paar jaar hebben namen als Lionel Richie en Diana Ross en Sting er gestaan. En nu zijn wij aan de beurt. Het is iets wat ik niet echt meeneem in de voorbereiding. Volgens mij ga ik me pas over een tijdje beseffen dat wij ook in dat rijtje hebben gestaan. Maar volgens mij als je jezelf daarmee gaat bezighouden, dan haal je alleen maar een heleboel zenuwen op de nek. Dat is niet de bedoeling. We kunnen wel genieten van het succes, maar er is wel heel weinig tijd. Want we doen heel veel dingen lopen door elkaar. We zijn momenteel bijvoorbeeld ook bezig met de opnames van The Voice of Holland. Dat komt in België ook op tv. Het is een zeer succesvolle talent die achter jullie ook nog veel plezier aan gaan beleven. En dat neemt ook aardig wat tijd in beslag. Dat met de zomer voorbij. En Sinfonica in Rosso maakt de tweede helft van het jaar wel tot een druk periode. We gaan dit najaar terugkomen met een verlenging van onze 4-tour. Onze 4-tour bestond uit 4 grote shows waarbij we ook Antwerpen aandeden. En dat is er zo in de smaak gevallen dat we een theatervariant van deze tour in het najaar gaan spelen in Gent, Hasselt en Antwerpen. Ik denk dat het inderdaad ook een theaterjasje gaat krijgen. Het wordt niet zo groots als in een hal. En bepaalde nummers zullen des te beter tot z'n recht komen. En uiteraard gaan we nog met wat verrassingjes komen, maar dat houden we heel goed geheim. We hebben al voor een uitverkochte Lotto Arena gestaan. Eigenlijk hebben we wel geluk dat alles wat we in België gedaan hebben tot nu toe uitverkocht is. Ja, het Sportpaleis wordt wel eens gevraagd of het ons iets lijkt. Dat begint wel te lonken natuurlijk, maar of het echt op korte termijn mogelijk is, ja, ik weet het niet. Dat blijft wel iets om van te dromen, want in België is het hoogst haalbare en wie weet. Nick en Simon, 4, hun nieuwe theatertour. Op 20 november in de Elisabethzaal te Antwerpen. 27 november Capitool Gent. En 3 december Grenslandhalle te Hasselt. Reserveer vandaag nog je tickets via sherpa.be. Of bel 070 25 2020.